Ik vind het gewoon heel leuk om mensen een stapje verder te helpen. Als ze hier binnenkomen, denken ze misschien dat ze nog helemaal niet zo heel veel kunnen. En als je ziet binnen een paar weken of een paar maanden dat ze alweer zo gegroeid zijn in hun vaardigheden. Dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. Ik ben vandaag op een bijzondere plek, de Lingehof. Een van de eerste zorgboerderijen van Nederland. En samen met de bewoners sta ik stil bij waar we dankbaar voor kunnen zijn. Kom je ook eten? Goed zo, tot zo. Arend, goedemorgen. Kom je eten? Martijn, wat is dat eigenlijk, een zorgboerderij? Nou, het woord zegt het eigenlijk al, een boerderij waar zorg verleend wordt. Ja, bij ons wonen ook mensen, mensen die een zorgvraag hebben. Die kunnen niet zelfstandig wonen, maar die wonen bij ons onder begeleiding. En ze werken ook binnen de Lingehof. Dus ze kunnen bij mij in de werkplaats werken of een agrarische vorm van dagbesteding hebben hier. Ja. Jongens, ik wil mijn dagopening beginnen met het hebben over dankdag, want binnenkort is het dankdag. Waar moet u aan denken als je het woord dankdag hoort? Kan iemand er wat over vertellen? Danken. Danken, heel goed, Dick. Ja, het woord danken zit in dankdag natuurlijk. En waar zou je allemaal voor kunnen danken? Voor werk en inkomen bijvoorbeeld. Werk en inkomen, dat is een hele goeie. Dat we allemaal werk hebben. We hebben allemaal werk gelukkig hier binnen de Lingehof. Voor ons is het normaal dat we gewoon genoeg brood hebben. Maar dat is in heel veel landen is het niet zo. Iedereen is wel welkom, dus bewoners hoeven niet per se christen te zijn, dat maakt niet uit. Maar vanuit onze identiteit beginnen we wel met een dagopening. Ja, dat vinden we belangrijk om zo de dag te starten. Ja, ook een beetje bewustwording. Ja, dus vandaag hebben we het over de dankdag gehad. Ja. Dat mensen wel even weten, wat betekent eigenlijk dankdag en wat is dankbaar zijn voor dingen. Ja. En dat doen ze goed mee, begrijp ik. Ja, dat is een ontspannen moment, dat is eigenlijk wel het ontbijt. Dan zijn ze worden ze eigenlijk een beetje rustig wakker nog aan tafel. En zit er nog niet te veel drukte in hun hoofd, dus kunnen ze gelijk goed luisteren. Blijf altijd bidden en dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen. En zondagmorgen gaan ze ook mee? Ja, het is gewoon eigenlijk een groepsactiviteit die we hebben met elkaar. Ja. En het gaat niet alleen maar om het naar een kerk gaan, maar het is ook het gezamenlijk beleven. Ja. We zijn met elkaar onderweg. We drinken altijd even een bakje koffie, een koek erbij. Ja. Dus het is meer dan alleen maar in een kerkbank zitten. Ik ben hier omdat ik epilepsie heb. Ik kan niet op mezelf wonen. Ik moet altijd een begeleiding in de buurt hebben dat als ik een aanval krijg, dat iemand mij helpt. Want als ik een aanval heb, kan ik er zelf niks. Dan ben ik helemaal van de wereld af. Ja. En ben ik blij dat er iemand is die me weer kan herstellen. Ja, en als je dat nog niet had gehad, dan had je misschien iets anders gewild in het leven? Ja, gewoon gewerkt zoals normale mensen. Dus echt zo, eigenlijk zoals u bijvoorbeeld, een baan zoeken en gewoon gaan werken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Maar omdat ik een beperking en epilepsie heb, dan is het een beetje moeilijk voor andere mensen om daarmee om te gaan. En word je daar wel eens een beetje verdrietig van? Ja, vroeger was ik er heel erg veel moeite mee. Toen ik het hoorde van mijn moeder. Van Elise, je kan niet veel, je hebt epilepsie, met leren heb je moeite mee. Je bent niet zoals je broers en zussen. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel het moeilijkste. Ja. Moet je een soort roeping hebben om dit werk te doen? Ik denk het wel. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen een stapje verder te helpen. Als ze hier binnenkomen, denken ze misschien dat ze nog helemaal niet zo heel veel kunnen. En als je ziet binnen een paar weken of een paar maanden dat ze alweer zo gegroeid zijn in hun vaardigheden. Dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. Ja. En wat kan jij van hen leren? Geduld. Oh ja? ja, ze zijn heel geduldig. Gewoon je werk doen zonder mokken. Gewoon doen. Gewoon heel ontspannen eigenlijk. Gewoon de dag beleven, zeg maar, door de werkzaamheden heen. Ja. Nou, hier wonen onze mensen. Ze hebben allemaal mooie ruime appartementen. Beneden en boven? Beneden en boven, ja. Hi Dick. Hoi. Wauw. Jij woont hier? Ja. Oh, fantastisch. Ik moet zeggen, het is heel netjes hoor. Ja. Je houdt het goed bij je. Dat wel. En waar haal je die inspiratie vandaan om het vol te houden? Ja, misschien toch ook wel met mijn geloof, zeg maar. Ik geloof dat dit nou momenteel het ding is wat ik moet doen. En ik geloof dat ik dadelijk de kracht voor heb om dat vol te houden.
Ja, ik wil niet alleen maar voor mezelf leven, zeg maar. Ik vind het ook leuk als ik mensen ook een mooier leven, maar dat ik een plek kan bieden waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Ja. Martijn, de zorgboerderij heeft ook geit. Ja. Hoeveel geit heb je hier? Alles bij elkaar. We hebben er 2700. Dus hier staat een deel in een andere schuur. Hebben we ook nog geiten staan. Dus dat is een hele kudde bij elkaar. Ja. Waarvoor zijn ze hier? Voor de melk, ja. Dus een soort driemaandaagse molken. Pascal, waarom ben jij hier op de zorgboerderij? Om te werken. Ja, maar het heet zorgboerderij. Ja. Had jij zorg nodig? Ja. Waarom? Nou, omdat ik niet in de gewone maatschappij mee gewoon een fabriek of zo. En waarom niet? Stresswerk, dat gaat te snel. Oh ja. En dit is leuk. Dus op een rustige plek, ja. Dan voel je je thuis. Ja. Maar stel nou dat dat niet zo was, wat had je dan willen gaan doen in de maatschappij, in de wereld? Zo. Moeilijke vraag, hè? Of had je misschien toch ook bij de geiten willen werken? Ja, maar dan heb ik weer andere dingen gedaan. Trekkerijen of zo. Oh ja. Ja, het laatste stuk nog even goed bijvegen. Ja, dat is zo. En nou, en binnenkort dankdag. Ja, klopt. Ga je met de bewoners ook iets doen? Ja, dus een deel van de groep gaat altijd naar de kerk, zeg maar. Die zijn het gewend, dan gaan ze vaak ook met hun ouders mee of we gaan zelf met een groepje. En voor de rest, dankdag voor mij is, ik vind het heel belangrijk dat er wel een dag even met z'n allen stilgestaan wordt bij al het goeds wat we hebben. Maar er gaan ook heel veel dingen goed. Ja. Als je het nieuws ziet, dan lijkt alles maar fout te gaan, maar er gaan heel veel dingen goed. En er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. En dat vind ik altijd mooi van een centrale dag, zeg maar, die daar echt meer de focus op legt. Ja. En waar ben jij dankbaar voor? Deel het op onze Facebookpagina.